Welkom bij deze Autovisie-vlog. Mijn naam is Jacco Bijlsma en ik ben een van de 58 juryleden van de Auto van het Jaarverkiezing. Die komen jaarlijks bijeen in Tannis, in het uiterste noorden van Denemarken. En daar doen ze de grootste autotest ter wereld, de Tannis-test. Het voordeel daarvan is dat we als allereerste met nieuwe auto's kunnen rijden. Een aantal primeurs hebben dus. Eén daarvan is deze. De Nissan Micra. Is die echt nieuw? Is vaak een vraag bij zo'n introductie van een opvolger. Nou, in dit geval heb je dat zelf al kunnen zien in die eerste plaatjes. Deze auto is echt nieuw. Hij lijkt in niets op zijn voorganger. Dat was nogal een oudbollig bejaarde autootje. Hij zag er ook daadwerkelijk wat bol uit. Ja, gewoon vriendelijk, lief, aaibaar, maar ook wat zullig en suffig. En ja, dat kun je van deze zeker niet zeggen. Scherpe lijnen. Hij lijkt al een beetje op de concept van Nissan uit 2015. Daar is echt wel wat van overgenomen. Het doet me ook wel wat denken aan de Toyota Yaris. Ja, al met al een actueel ogend autootje wat je niet onmiddellijk meer wegzet als een lief bejaarde autootje. Volgens Nissan is die ook flink ruimer. En voorin lijkt dat best te kloppen, want ik zit er prima in. Ik ben 1,90 meter. En je kijkt uit op een mooi functioneel meterpaneel. Niks speciaals, maar wel goed gemaakt, wel informatief. Materialen zijn mooi. Dit is een hele dikke versie met een leerbekleed dashboard maar liefst. Dat zijn natuurlijk geen standaardvoorzieningen. Hij heeft een vijfbak. En met die vijfbak, in dit geval, hebben we een 90 pk benzinemotor onder de kap. Dat is een driecilinder. Je hebt ook nog een 1,5 liter viercilinder diesel en die is ook 90 pk. En er komt nog een ongeblazen benzinemotor bij. Ja, die motoren die kennen we van Renault. Nissan werkt natuurlijk samen met Renault, één concern. En deze auto wordt dan ook gebouwd in dezelfde fabriek als de Clio. Van die Clio zie je een aantal dingen terug. Kijk maar naar die achterportieren bijvoorbeeld. Deze Micra heeft ook van die handgrepen bovenin, zeg maar in de C-stijl. Kenmerkje. Ja, voorin zit je dus goed. Achterin. Ja, laten we even de proef op de som nemen. Net als die Clio dus de deurgrepen hoog in de portieren, in de C-stijlen. Het blijft natuurlijk een B-segmenter, dus laten we reëel zijn. Maar het is niet de allerruimste. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Mijn hoofd raakt net het plafond. Ik zie het niet klem. Maar 1,90 meter, mijn lichaamslengte, is dus wel de max. Ja, en kijk je naar je knieën, dan zit je ook, zoals vaak in deze klasse, toch een beetje in een soort kikker zit om die achterste leuning van je voorstoel heen. En ja, echt ruim is het dus niet. Jammer, want met een verschuifbare achterbank had je daar mogelijk nog wel wat winst kunnen boeken. Laten we eens kijken in de kofferbak of die dan bovengemiddeld groot is. De bagageruimte is wel redelijk mooi vierkant en ook behoorlijk diep. Met natuurlijk een achterbank die in ongelijke delen kan worden neergeklapt. Dan de onvermijdelijke vraag, hoe rijdt hij? Ja, ik ben hier op pad met de 90 pk driecilinder turbo benzinemotor. Dat gaat zonder twijfel de meest verkochte motorvariant worden volgens Nissan Nederland. Niet gek, zuinig motortje, stil motortje, voldoende kracht, hangt prima aan het gas, niet te zenuwachtig. Gekoppeld aan een ja, redelijk strak schakelende vijfbak. Gaat deze Nissan Micra het dan maken in zijn klasse? Nou, die vraag kan ik nog niet echt beantwoorden, want ja, dat hele vroege testrijden heeft voor- en nadelen. De auto staat pas in maart 2017 bij de dealer en daarom kan ik nu nog geen officiële prijs noemen. Nissan gaat niet verder dan zeggen dat hij zeer competitief geprijsd zal zijn. Dat zal ook moeten, zeg ik dan op mijn beurt, want deze auto is niet zo goed dat hij zich een hogere prijs kan veroorloven. Dus die scherpe prijs is absoluut de noodzaak en een voorwaarde om te kunnen slagen.